Kijk eens, scheppie. Nog meer scheppies. En dat daar, dat ding daar, dat is... Moet je deze kopjes zien. Geweldig. Waar is de auto? Een hele goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 5 december 2021. Het is vandaag Sinterklaas. En ja, dat gaan we ook lekker vieren. Natuurlijk, altijd gezellig. En het is nu namelijk bijna 9:30. En Ro is aan het werk, maar ik ga hem ophalen. Het is ruim 3 uur lopen. En de hondjes gaan gezellig met me mee. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kom maar. Ja dan. Kom dan. Ja, mijn tocht der tochten is vandaag weer begonnen. Ik ga gewoon even 3 uur en 13 of 3,5 uur lekker lopen. Ja, het is maar waar je zin in hebt. Ja toch, het is voor 16 kilometer. Dus lekker met de hondjes. Lekker 16 kilometer afleggen heen. Dan ga ik gewoon weer lekker met de auto weer terug. Ja, dus ja hoor, ik vind het helemaal goed. We gaan lekker even mooie route lopen, zeg maar. En ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Waarom niet? Daar hebben we Lady, daar hebben we Beauty en daar hebben we Lovely! Lovely, kijk eens! Wil je knuffel? Nee, niet. Nog niet. Leed, kom. Even door, kom. Doorstappen, kom, kom. Ja, kom maar. Hier hebben we Beauty en daar hebben we Lovely. Ja, helemaal top. Helemaal wauws. Morgen. Hi. Ja, die is ook lekker bezig. Even een plasje doen. Ook weer een plasje doen. Kom maar, kom. Gaan jullie mee? Kom maar, kom. Ja, allemaal andere rondjes, hè. Ho, 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 ho. We gaan niet met Lady lopen, Hannesse. Dames, kom. Nee. Dames, kom. Kom. Nee. Zeg ik. Gamma, ja. Is niet handig, hè? Nee. Maar geef dan ook een hond een lange lijn in plaats van een korte lijn. Ja. Is niet handig, niet. Nee, een strakke lijn, dat betekent angst. Ja. Hoe toevallig. Hé, Leed? Ja, hè? Ja. Ga mee. Twee kleuren ogen mee. Ja, ga jij mee? En dan moet ik deze hele weg nog gaan uitlopen, want ik ben er nog niet. Nee, ik ben er zeker nog niet. We zijn dus nu weer even aan de lijn, want ze gingen net even niet luisteren. Nee, ze gingen net even ergens waar ze niet mogen komen. Ja, en dan mogen ze weer vast. Ja, degelijk. Nee, dan hadden jullie maar net moeten luisteren. Nee, nee. Nee, dan hadden jullie maar net even moeten luisteren. Kom, deze kant op. Jullie konden daar lopen, maar jullie vinden het leuk om hier te gaan lopen. Net aan de overkant. Het fietspad door. Over. En dat vind ik niet. Oké, okay, kunnen. Nee. Oké, okay, kunnen. Ja, oké. Okay. Goed Nederlands ken ik niet. En het ging weer een beetje regenen. Maar dat mag de pret niet drukken. Nee. Kom maar. Ja. Nee. Nee, doorlopen, een eigen weg. Doorlopen, eigen weg. Ja, dan moet je doorlopen. Ja, dan moet je het lekker doorlopen. Een lekkere regenbuitje over me heen. Dat kun je wel een beetje zien, denk ik. Zonnetje komt ook af en toe lekker door. Wat zeg ik? Je ziet het regenen in het water. Ja, heerlijk.
Zalig. Even allemaal plassen. Helemaal goud. Ja. Kom deze kant op, dames. Kom. Dames, volg je lijn. Leed ook. Kom, volg lijn. Leed. Lady, kom. Leed. Hallo. Moet dat gewoon zo weer getrokken worden? Nee. Moet zo. Hier. Ja. Lekker een groot blok lopen. Nou ja, dat weten jullie. 60 kilometer, dus. Ik heb nog even. Alleen de dames vinden het leuk om gewoon even te etteren, trekken, etteren. Niet willen luisteren, maar ja. Zo be het, heb je ook nog wel eens, hè? Storm is geweest. Nou ja, en dan weet je, met storm, dan luisteren ze ook niet. De meeste onder dan niet. Nee. En nu ga ik even weer de aandacht aan hun besteden. Ik laat even Lady eventjes lekker blaadjes eten. Want deze dame vindt het leuk om te trekken. Dus ik moet iedere keer terugtrekken. Want deze dame heeft haast, zeg maar. En die vindt het leuk om met de telefoon in de handen te zitten. Op de telefoon. Op de telefoon, ja hoor, op de fiets. Ja, handig. Dan gaat ze Santen overgeven. Hé, meisje? Hoe weet ik dat, hè? Ja. Nee. Ja. Jij moet niet zo gaan trekken. Nee. Nou, ik loop hier dus nou aan bij de voetbalvelden. Ja, kijk. Deze laan moet ik nog uitlopen. En dan moet ik de andere kant op. Ja. Ja, ik ben nog steeds lekker aan het lopen. Dus nu even kijken. Nu bijna 11:30, jongens. Ja. Ja, 11:30. Nog 3 uurtjes. verkeerde kant, jonge dame. Ho. Verkeerde kant. Ja, dikker op. Goed zo, op het gras. Kijk, daar lopen de dames. Verkeerde kant. Willen jullie hier op het erf? Het is wel een mooi huisje, dat klopt. Ruilen. Zou ik zo doen. Zo dan. Ik ga de dames even op slot zetten. Ze zijn hier ook lekker druk bezig met bouwen. En met slopen. Even alle zeilen bijleggen nu op dit moment. Ik moet even alle zeilen bijleggen even op dit moment. Zo, hè. Ik heb ze nou allebei even op slot. Dat is wel handiger. Ja, dat is even handiger. Dames, lopen. Dit laten we los doorlopen. Nee. Los. Nee. Echt niet.
Denk je zelf. Mooie pauwen. Twee. En een bokkie. Een bokkie bokkie. Lofties. Helemaal. Die gaat de strijd in de ban gooien, zeg maar. Dat is ons helemaal zwaar. Maar oké. Ik kan nou ook niet even inzoomen, want je moet eens kijken. Zij heeft echt kracht. Daar heb ik dus vaak moeite mee. Zo dan. Kijk, daar. Zo. Maar nog steeds aan het lopen. Achter mij. Nu. Ja, de dames moeten achter me lopen. Anders blijf ik namelijk trekken. Dus ze moeten terug. Eén. Dus eigenlijk naast mij. Het is net al een heel stuk goed gegaan. Dus. Nee. We gaan ook niet meer naar voren verroeren. Nee is nee. Gewoon naast mij en anders achter mij. Ja, maar dat moet ook soms even wachten. Even lekker. Even een soort van pitstopje maken. Ja. Lekker. Deze hele route moet ik nog lopen. Dit helemaal. Ja. En ik kom daar vandaan. Hé, dames. Naar achteren. Kom hier. Deze kant op. Naast mij. Oh. Dank u. En ik moet soms dan even mijn sok even veranderen, want er zit weer een gat in. Ja, dat is uit. Ja. Maar ja. Achter mij blijven. Lof. Nee. Naast mij en achter mij. Naast slash achter mij. Nee. Jutti. Dank u. Dus ja. Zo doe ik dus monden. Ja. Ben je er niet mee eens? Hé, hey, dames. Naar achteren. Ben je er niet mee eens? Heb je pech? Want het werkt wel bij mij. Honden. Ja. Dames. Nu. Kijk eens, scheppie. Nog meer scheppies. En dat daar. Dat ding daar. Dat is. Kijk, ik zal hem even inzoomen. Dat rare gebouw. Dat is Snow Wild Zoetermeer. Oh. Ja. Heb ik dat stuk al helemaal gelopen? Ik sta nou dus hier. Dames, heb ik hier. Nee. Ik meen het. Nee is nee. Even maar even een kleine pitstop gehouden. Want ik moet nog 1,5 uur lopen. Dus, en het is nu 12 uur. En Ro is rond 2:30 klaar. Dus, en ik heb dus nu net even mijn sok eventjes gedaan. Want een hele grote gat. En dat loopt niet lekker als je dikke teen in die gat zit. Nee. Dus, maar... Ik ga zo meteen weer rustig aanlopen. De dames mogen nog zo meteen even een heel deel achter me gaan lopen. Dan loopt het een stuk chiller, zeg maar. Rustiger, fijner. Moeten ze ook gewoon leren. Want ik ben de baas en niet hun. Want anders gaat deze dame, deze alleen maar trekken. En zij gaat of die kant helemaal op, of helemaal die kant op. Dus uitwijken. En dan gaat Lofri weer trekken van ja, maar ik wil doorlopen. Ja, en dat is gewoon niet fijn. Dus dan is het gewoon even een heel stuk gewoon achter me weer nog even lopen. Dat hebben ze nu net een heel stuk gedaan. Daar ben ik helemaal trots op. Complimenten voor jullie. Ja. Dus ik moet nog even deels, ik moet nog een heel stuk lopen. En dan heb ik even de meesteel gehad. En dan mogen ze gewoon weer even lekker snuffelen en alles. Maar eerst zometeen nog even achter mij werken. Heet dat dus. Tegenwoordig. En dan rustig gaan richting Ro. Ja. En toen was het weer aan het regenen. Die lopen achter mij nog steeds. En deze is dus vanaf gisteren in de verkoop. Hoe mooi.
Ja. Oeh, ik heb het warm, schat. Doe maar. Terug naar achteren. Dankjewel. Parkberenstein.nl. Luxe koopappartementen en penthouses. Oké. Ja, ja. Ga mee. Wordt zo leuk. Rustig, lof. En zoals jullie dus zien, lopen ze dus weer lekker voor. Ze trekken nou niet. Dat is wel lekker. Ja, Wittenburg. Helemaal goed. Rustig. Wacht op je zus. Goed zo. Wachten. Easy. Hey. Easy, hè? Rustig. Ja. Alleen het is hier heel erg druk met het verkeer, maar dat maakt niet uit. Nee. Het lost allemaal ook zo weer lekker makkelijk ook op ook. Hè. Rechtdoor. Nee, nee. Ja, kom hier. En dan moet ik die hele weg, wat jullie dus daar nu zien, nog helemaal doorlopen. Yep. Ja. Rustig, dames. Easy. Het hoeft niet zo snel. Het water is ook lekker rustig. Heerlijk. Dames, kom. Nou, hier zijn ze dus ook al lekker aan het bouwen. Helemaal top. Dit is het hotel. En hun lopen weer lekker naast me. Helemaal top. Doe maar leed. Lady, lopen. Kom maar. Jullie blijven naast mij, hè? Dat weet je. Dus. Ik ben nog steeds lekker aan het lopen. Ik moet nou nog een uurtje. Ja. Yep. En dan ben ik op plaats van bestemming. Lof naast. Zo, moest dat er weer even uitschat. Hè? Even opluchting. En dan moet zij er overheen. Ja hoor, zij moet er even overheen. Grappig. Leuk. Nou, nog even. Het is nog een half uurtje lopen. Dan ben ik er. Ja. En dan zometeen weer lekker met de auto terug. Kom eens hier, Lof. Uitkijken. Kom eens hier, Lofrie. Terug. Kom eens hier, Lofrie. En dat doet auw. Goed zo. Lekker. Nee, nee. Allemaal een tak met dorens eraan. Dames, kom. Kom. 1, 2, 6, 18. Zo. Ha. Nou, nog even iets en dan ben ik er. Nog 26 minuutjes. Ja. En dan ben ik er. Kijk, en ze nemen alles even over vandaag. Maar dan heb ik wel even heel wat gelopen, zeg maar. Ja, heb ik heel veel gelopen, maar dat geeft niet. Dan ben ik wel eens om de bek af. Maar
Maakt me helemaal niet uit. Nee. Maakt me niet uit. Alles heeft ronden. Ja. En ik zie nou weer een scooter aankomen. Ja, dus ook dat. Kijk, dus helemaal in de verte. Dat kleine lichtje. En ze trekken zo lekker. Mogen ze lekker weer terugkomen. Kom. Deze kant op. Ja, goed zo. En aan hier blijven aan deze kant. Dank je. Blijf, hè? Blijf lof aan deze kant graag. Nu, blijf aan deze kant. Zou ik heel fijn vinden. Blijf. Loffie, blijf aan deze kant. Komt de scooter aan. Blijf. Hier. Hier blijven. Hier blijven. Oké. Dat is braaf. Ja. Dat is braaf. Hey, hallo. Ik zei wat. Dat is braaf. Ja, dat is braaf. Dus. Nou ja, ik weet nu ongeveer nog hoe ik moet lopen. Hier, kom eens hier. Hier. Goed zo. Keurig. Ideaal. Ja. Zo, mensen. Ik ben op plaats van bestemming. Dus jullie zien mij zometeen sowieso weer terug als ik weer lekker thuis ben. Dat is een heel goed plannetje, toch? Dat denk ik wel. Dus ik ga zometeen lekker weer met de auto. Lekker weer terug naar huis. Oh, heerlijk. Ja, echt. Serieus, heerlijk. Moet je deze kopjes zien. Geweldig. Waar is de auto? Waar is de auto? Is dat de baas? Dit is de baas. Is dat de baas? Ja, gaan we zo weer lekker naar huis. Ja. Ja, nou, ik ben eindelijk weer lekker thuis. Naar heel wat kilometers te hebben gelopen. Ik heb 15,84 kilometer ongeveer zoiets gelopen. Ik ga nog even opzoeken en dan doe ik het even hier in beeld. Niet de route, maar wel even de kilometers wat ik heb gedaan. En misschien wel de route, maar dan eventjes heel erg uitgezoomd. Dus, ja. Mag niet klagen. Ik ga zometeen nog even naar de mal. Daarna gaat Rone huis eventjes zijn ding doen. Helemaal goed. Even nog even bijslapen. En, ja. Ik heb eventjes even andere sokken aangedaan. Andere broek aan. En even ook even droge schoenen. Dus ik heb nou even ook mijn andere schoenen aan. Alleen die moet ik nog even veteren. En dan ben ik ready to go om naar de mal te gaan. Joh. Dus dat gaan we zo meteen weer doen. Yes! Ja, we zijn dus nu bij Westfield Mall of the Netherlands. Ja. Nou, ik ga even op Ro wachten. Want hij zal nog even kijken of er nog karretjes waren. Dus daar wacht ik even op. En volgens mij hebben we karretjes. Ja, we hebben karretjes. Helemaal top. Kijk, daar, karretjes. Ja. Dus helemaal top. Even uitpakken. Overal aan te kleven. Nou, dat is niet dicht. Kinderen, als jullie cadeautjes krijgen van Sinterklaas, eventjes netjes openmaken. Ja, dan moet je aan Sinterklaas vragen of een Zwarte Piet, waarom ze dat zo... Dat is irritant. Tweede irritante inpak Piet geweest waarschijnlijk. Ja, ik denk het. Want dat was ook al net bij mij zo. Het valt helemaal uit elkaar. Maar het is wel lief dat Sint en Piet ook nog aan je ouders hebben. Ja, dat en gedacht. Kijk. Oeh, dat is leuk. Even de zicht eraf halen. Oeh, wat is dat? Geen idee. Nog. Spannend. Aha. Kijk eens wat we hier hebben. Een X-shot. Kijk. Dat is hier weer aan vastgeplakt. Ik pak het een teek. Hmm.
hele mooie. Zit het nog vast? Nou, zit het vast. Ziet het handig. Zo is het. Is losbaar. Dus wat zeggen we nou altijd ook? Dankjewel, Sinterklaasje. Kijk eens wat de patronen. Doe maar wat munitie. En lekker mee schieten. Ja. Neem ik tegenwoordig gewapend zijn of locatie? Nou, dat is een prima wapen. Ja, precies. Doet er geen pijn mee, denk ik. Gewoon. Nee. Ja, dan zou je heel dichtbij gaan staan, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, precies. En niet op mensen en dieren schieten. Nee. Vooral niet hiermee. En ook niet heel dichtbij. Uh-huh. Ja, ik heb ook een cadeautje van Sinterklaas en Zwarte Piet gekregen. Zo daarin zitten. Uitpakken. Zo daarin zitten. En eens even kijken waar ik hem moet openmaken. Ja, de inpakpiet. Is weer bezig geweest. Ja, en bij mij ook. Heel erg vervelend. Alleen waar ik dan op let, bij Sinterklaas en Zwarte Piet, dat is precies waar ze het lopen plakken. Daar let ik altijd op. Kijk. Nou ja, soms krijg ik het niet voor elkaar. Nou, ook niet heel erg. Zo. Nou, wat zou onderin zitten? Wat denken jullie wat erin zit? Een cadeautje. Alleen ik merk wel dat en dat vroeger en nu dat Sinterklaas en Zwarte Piet, ik weet niet waar ze de cadeau inpakpapier vandaan hebben, maar dat de inpakpapier een heel stuk achteruit is gegaan. Vroeger was het nog een stukje steviger. Mm-hmm. En nu, en je hoeft er maar wat af te halen en je ziet in principe al gelijk wat het zou kunnen zijn. En dat vind ik jammer. Waarom moet het allemaal zo, ja, zo dun, zeg maar. Te handig. Nou, nee, dat vind ik niet. Nou, jammer. Ik wou dus even anders openmaken, maar dat ging even niet. Ging even niet. Zo, kijk eens aan. Oh, wat zou dat wezen? Geef ik deze even aan de filmman, wat helemaal gaat. 1, 2, 3. Jee! Wat heb je daar voor moois? Ook weer even aan de filmman. Helemaal geweldig. Kijk eens aan! Wauw! Die is leuk! Die is heel leuk. Ja! Kunnen we een potje mee spelen? Ja, het is leuk, potje spelen. Topper! En dan heeft Sinterklaas en Zwarte Piet aardig naar ons geluisterd, moet ik zeggen, toch? Ja, dat sowieso. Is leuk. Ja. Is leuk. Top. Dankjewel, Sinterklaas. En ja, zeker. Ik doe dat niet.
Die zit hier. Nee. Jongens. Nou, dat. S3 letter safety shoe, niet maar. Maat 42, net iets te groot. Maar dat heeft niet. Ziet er mooi, hè? Bart, sorry. Doe maar. Dankjewel, Sinterklaas. Ga jij me voelen, jongen. Vind je leuk, hè? Voelen. En probeer het eens eigenlijk aan te raden. Wat zou het wezen? Nou, het is in de kartonnen achterkant. Een ding met een puntje eraan. Een walkie-talkie. Het ziet eruit als een fles. Het ziet eruit. Ja, dat zou het dus zijn. Een dingetje, hè? Misschien wel een meppert. Of een mepp. Nou, even normaal en rustig uitpakken. Ja, ik doe normaal en rustig. Ik zal het uitpakken. Maar wat zou je denken wat het zou kunnen zijn? Je hebt het nou kunnen voelen. Ja, en dan nog niet openmaken dan. Wat zou je denken? Ja, het is een fles iets. Een fles iets, ja. Nou. Het zit in... Of zo'n kartonnen ding. Of zo ophangen waarschijnlijk. Of zo, weet ik het. Nou, we zullen het zien. Gezondheid. Luxifer lint en brush. Oh, een borstel. Kan je maar die dingen borsten. Dat heb ik net nodig. Het jasje zit een beetje in de stof. Dan kan je het stampen. En dan gooi je het leeg in het vuilnisbak. Dat is handig. Dan heb je van die ding met wat kleefspul. Mm-hmm. En dan met kleefspul vervangen, je hoeft niks te vervangen. Nee. Dan gaan we lekker gebruiken tot in het oneindige waarschijnlijk. En in de wasmachine doen. Ook wel handig. Eén keer erin eruit en dan de rommel weggooien. Helemaal goed. Nou, daar heb je wat aan. Dankjewel, Sinterklaas. En Zwarte Piet. Ja, ik lig lekker op bed. Lekker. Heerlijk. Maar, dat betekent wel dat ik lekker deze vlog lekker gezellig met jullie af ga sluiten. Ja. Dus, vond je deze vlog nou wel leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat zeker een leuke reactie achter. En dan krijg je of een reactie terug of een hartje. Want ik heb niet altijd de tijd om een reactie terug te plaatsen. Maar ik lees het wel allemaal. Dus... Komt helemaal goed. En als ik hem lees, dan kom ik ook er wel weer terug in de vlog. Dus dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.